Tinten Welzijnsgroep brengt mensen bij elkaar en zorgt dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Samen geven we invulling aan het sociaal werk in wijk en dorp. Daarbij proberen we de eigen kracht en talenten van de mensen in ons werkgebied te versterken. Wij bestaan uit diverse zelfstandige welzijns- en peuterorganisaties in Drenthe en Groningen met een gezamenlijk bedrijfsbureau. Elk dorp, elke stad en elke wijk is anders. Daarom heeft elke organisatie zijn eigen karakter en aanpak. We zorgen daarmee voor maatwerk, staan dicht bij bewoners en zijn zichtbaar in wijk en dorp. We kunnen dit niet alleen. Daarom delen we binnen Tinten onze kennis en expertise en bundelen we onze krachten met andere partijen. Want kennis wordt meer als je het verbindt. Samen werken we in sociale teams aan een prettige leefomgeving. En waar nodig ondersteunen we inwoners individueel. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Buurtmaatschappelijk werker Jasmin ziet dat een huis in de wijk al langere tijd verwaarloosd aandoet. Ze besluit polshoogte te nemen. De 71-jarige Jan vertelt na enige aarzeling dat hij er eigenlijk weinig zin meer in heeft sinds zijn vrouw is overleden. Hij voelt zich alleen en mist iets om handen te hebben. Jasmin ontdekt dat Jan het leuk vindt om met cijfers bezig te zijn. Ze duikt in haar netwerk en vindt een sportclub in de buurt op zoek naar een penningmeester. Nu doet Jan met plezier de boekhouding voor de club en bezoekt trouw elke thuiswedstrijd. Als Daisy uit school komt, spreekt ze graag af met vrienden en vriendinnen uit de wijk. Maar in de buurt is er geen goede plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Dit vertellen ze aan buurtwerker Ron. Hij vraagt Daisy en een aantal jongeren mee om samen met de gemeente en de woningstichting te kijken wat er mogelijk is. Uiteindelijk mogen ze, onder begeleiding van het buurtwerk, een leegstaand pand in de wijk opknappen tot een bruisend jeugdcentrum. Daar kunnen Daisy en alle andere jongeren uit de buurt elkaar veilig ontmoeten en leuke activiteiten ondernemen. En Ron is erbij om een handje te helpen of om vragen van de jongeren te beantwoorden. We zijn er voor Jan, Daisy en vele anderen. Samen werken we aan een samenleving waarin iedereen zijn of haar talenten kan benutten. Dat doen veel mensen zelf, maar waar het nodig is, geven we een steuntje in de rug. Niet ieder voor zich, maar met elkaar.